staan voor de eerste lezing. Controleer of uw buurman of uw buurvrouw recht staan, zo niet, shot ze recht. Het laatste avondmaal. Het was in de week voor Pasen dat de Heer met zijn 12 apostelen een plekje zocht voor het laatste avondmaal. Een jaarlijkse traditie. Simon Petrus suggereerde een meenemer Romein. Timotheus verkoos een pita. Thomas wou naar de Palestijn, maar Christus sprak: gasten, ik trakteer op ribbekes à volonté. En omdat zij nogal slordig uitgedost waren met hun kleed en met hun patersletsen, kregen zij in het ribbekes restaurant een plek naast de toiletten. En de apostelen deden van Maar Christus stak de ene punt van zijn serviet in zijn ene neusgat. De andere punt in het andere neusgat. En al dus was hij de stang te snel af. En hij zei: volgt mijn voorbeeld. En allen staken ze de punten van hun serviet in de neusgaten van Christus. En Christus zat er met 13 servietten in zijn neusgaten. En Christus vroeg uit vriendelijk interesse aan de ober wat zijn naam was. En de ober zeide dat hij Levi heette en dat het tevens zijn verjaardag was. En de apostelen zongen voor hem van: lang zal hij Levi, lang zal hij Levi. En iedereen wilde rode wijn. Behalve zij die witte wijn wilden. En Duvel dronk een Judas. En Christus stak zijn glas in de lucht en hij sprak: neemt en drinkt hiervan, ge allen, want dit is mijn bloed. En allen dronken uit zijn glas. En daar zat Christus dan beteuterd met een leeg glas. En Simon Petrus zei: mijn heer, uw bloed smaakt naar kurk. En de ribbekes kwamen en Christus sprak: neemt en eet hiervan, ge allen, want dit is mijn lichaam. En allen aten zijn ribbekes. En daar zat Christus dan, zonder borstkas. En Christus sprak: apostelen, ik bedoel dat eigenlijk allemaal figuurlijk. En de apostelen antwoordden: Jezus, wij verstaan dat eigenlijk allemaal letterlijk. En het eten verliep voor de rest voorspoedig. Waren het niet dat Timotheus een stevig stukje smakte? En Simon Petrus martelde op: Timotheus, je smakt. Ik smak niet, zei Timotheus. Ge smakt wel, zei Simon Petrus. Ge smakt zelf, zei Timotheus. En de Heer sprak hen zussen toe: eet en smakt! Ze deden wat hij zei. En Timotheus smakte triomfantelijk in de richting van Simon Petrus en ze aten en aten. En Levi bleef maar ribbekes brengen tegen zijn hoesting. Hij was er stellen aan het toesteken. En toen iedereen voldaan was, trok een apostel nee voor een en serveerde terug uit de neusgaten van Christus. En ze veegde de mond af. En bij de poescafé stond Christus recht en hij sprak: voorwaar, ik zeg u. Nog voor de haan driemaal gekraaid zal hebben, zal hij tweemaal gekraaid hebben. En hij bestelde nog een laatste ribbeke, maar Levi zei: dat zal meer dan voldoen dat ik had. En de Heer zei: voorwaar, Levi, dan moet je op uw etalageruit niet schrijven à volonté.